van Domenico Scarlatti. Naar de concertzender, waar het tijd is voor ons hoorspel. Scarlatti. Domenico Scarlatti. Vanuit het raam zag ik de wolkenloze hemel. De helderblauwe zee. En tenslotte de golvende kust van zijn geboorteland. Het land van zijn jeugd. Italië. Signore e signori, fra qualche minuto atterreremo a Roma. Il porto Leonardo da Vinci. Preghiamo di allacciare le cinture, di portare lo schienale della poltrona in posizione verticale e di non fumare. Grazie. Ladies and gentlemen, in a few minutes we will be in Rome. Please fasten your seatbelts at the back of your chair upright and no smoking, please. Tijdens het dalen leek het alsof Domenico's muziek zacht in mijn oren begon te klinken. Langzaam naderbij kwam. Als het vliegveld dat we naderden. En tegelijkertijd een soort voorgevoel dat mijn reis dit keer niet te vergeefs zou zijn. Al die manuscripten. Al mijn speelwerk en bibliotheken, die jarenlange studie. Dat zou bitter weinig opgeleverd. Ben ik hem niet door te weten gekomen? Heb ik hem weer beter door leren kennen? Maar toen ik op zijn geboortegrond landde, wist ik dat ik hem zou ontmoeten. Ja, die gedachte had ik. Hem ontmoeten. Alleen wist ik niet hoeveel moeite dat nog zou kosten. Ik zou nog in Rome terugkeren, maar mijn tocht begon natuurlijk in Napels. Hier was hij geboren, precies 3 eeuwen terug. In die stad van koningen en kunstenaars, van kerken en paleizen, van beelden, musea, bibliotheken, theaters. Napels, gelegen aan de mooiste bui ter wereld, aan de voet van de meest beruchte vulkaan. In de trein had ik alle gelegenheid mij een voorstelling te maken van die stad. De werkelijkheid was iets minder fraai dan ik mij gefantaseerd had. Open straten, stoffige pleinen, huilende baby's. Alsof alle Napolitanen die dag hun huis uit waren gekomen met als enig doel zoveel mogelijk lawaai te maken. Toen hoorde ik plotseling in die wirwar van straten en geluiden muziek. Muziek die mij zo bekend was. Muziek van Domenico. Dit was meer dan toeval. Zo snel ik kon, rende ik op het geluid af. Pietro! Benedetto! Carina Cristiana! Raimondo! Domenico! Giuseppe! Nicola! Giuseppe Francesco! Pietro! Benedetto! Famiglia Cristiana! Raimondo! Op een binnenplaats aan de Via Roma was een Napolitaanse bezig wasgoed op te hangen. Ze riepen kinderen. Haar kinderen.
Het waren de namen van de Miracles broers en zusters. Anzalo. Antonia Anzalo. Antonia Anzalo. Anzalone. Antonia Anzalone heette ze. Als de moeder van Domenico, Antonia Anzalone. Zijn moeder moet familie van mij zijn geweest. Ach, we zijn allemaal familie van elkaar in Napels. We zijn één grote familie. Ze vertelde me over haar kinderen. Over de jongste, Giuseppe. Muzikaal als alle anderen. Hij speelde de muziek waar ik op af was gekomen. En natuurlijk over Domenico's jeugd. De verhalen die bewaard waren. Hij was de zesde. En na hem kwamen er nog vier. Elk jaar kwam er eentje bij. Ze vertelde het alsof ze echt zijn moeder was. Nee, alleen is hij nooit geweest. En dan nog alle muzici die aan huis kwamen. De libretto-schrijvers, de dichters, zangers, de koorontwerpers. En zijn ooms en tantes. Om Francesco, de violist. Om Tommaso, de tenor. En zijn tantes Melchiora en Anna Maria, de actrices. Theater en muziek. Oh, het huis was er vol van. Toen Domenico 11 was, had zijn vader al 60 opera's geschreven. En nog meer serenades en cantates en al die andere muziek. En dan dat schandaal. Dat grote schandaal. Net toen Domenico geboren was. Ze sprong werkelijk van de hak op de tak. Schandaal toen de gouverneur van Pozzuoli ontslagen werd. Vanwege die verhouding met Melchiora. Domenico's tante, de actrice, de zuster van zijn vader. Een Kuimse actrice is zeker in Italië nog ongewoner dan bij ons. Tegen. La Scarlatti. Niet te stuiten. La Scarlatti. Zij hebben haar de stad uitgestuurd naar een klooster. Het klooster van San Antoniella bij Vicaria. Later, veel later, is het er allemaal weer vergeven. Ja, zo gaat dat hier in Napels. Ze is met Niccolo Pagano getrouwd, de contrabassist. En Anna Maria, die andere tante van Domenico, die ook actrice was, die is later getrouwd met Nicola Barbapiccola, de impresario van de opera. Ze vertelde maar door, maar voor nieuws was er voor mij niet bij. Was me allemaal wel bekend. De financiële problemen van zijn vader, die alsmaar uit Napels weg wilde, naar Florence, maar daar geen vaste aanstelling kon krijgen. De eerste composities van Domenico, cantaten, een paar opera's, waar we alleen nog maar fragmenten van hebben, ik wist het allemaal wel. Ik wilde iets anders horen. Of misschien iemand anders. Vader Scarlatti had zijn zoon naar Venetië gestuurd. Ik keerde Napels terug toe en ging ook naar Venetië. En naar een hoek van zijn kerk geleid. Hier speelden en zongen de nonnen die, zoals wij dat noemen, geen andere vader hadden dan de liefde. Hij reageerde niet toen ik zei dat het dus een soort weeshuis was voor de onechte kinderen van Venetië. Ze zongen als engelen. Ze speelden viool, fluit, hobo, orgel. Ja, het leven was losbandig in die tijd. Hij had mijn opmerking dus wel gehoord. De helft van de tijd bracht men door met het bedrijf van zonde. De andere helft van de tijd met het vragen van vergiffenis aan God. In zo'n Venetië kwam Domenico. Deze zoon van mij is een adelaar wiens vleugels volgroeid zijn. Hij moet niet doelloos in het nest blijven.
en ik moet hem niet hinderen in zijn vlucht, had zijn vader geschreven. 20 was hij toen hij hier kwam. Een ernstige jonge man, in het zwart gekleed, met een zwarte pruik op. En als hij op het klavecimbel speelde, leek het alsof 1000 duivels van hem bezit namen. Hier kreeg hij les van Casparini. Hier hoorde hij de muziek van Vivaldi. En hier raakte hij bevriend met Georg Friedrich Händel, de Caro Sassone, zoals wij hem noemen. Ze waren allebei even oud. En hier vond de wedstrijd plaats tussen de twee vrienden. Ze waren aan elkaar gewaagd, op het klavecimbel zeker. Maar op het orgel was Händel de absolute meester. Ook naar de mening van Domenico zelf. Samen staarden we naar een duistere hoek van de kerk. Het was alsof we daar, in een nis, een vage gestalte zagen. Een jonge man, in het zwart gekleed, met een zwarte pruik op. Ja. In die kerk, in de Pietà, besefte ik dat ik er goed aan gedaan had in Domenico's voetsporen te treden. Niet alles klopte in het verhaal van de jonge geestelijke. Natuurlijk, die wedstrijd had niet in Venetië plaatsgevonden, maar in Rome. Maar ik vergaf het hem. Slaapkamer in vol vrouwenportretten.
afgebeeld als heilige. Hij had die wedstrijd tussen Handel en Domenico georganiseerd. Ik moet daar in slaap gevallen zijn. Daar in die tuinen van Arcadia. En ik dacht, hoe is het in godsnaam mogelijk dat Domenico weer terug is gegaan naar Rome? Weer terug naar zijn vader, die daar nu werkte. En intussen al meer dan 100 opera's had gecomponeerd. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat hij jarenlang in die decadente wereld kon doorbrengen? In die wereld van onbenullige herderspelen en wellustige geestelijk. Zonder dat er ook maar één anekdote, één klein voorval over hem te vertellen valt. Behalve dan natuurlijk die stomzinnige wedstrijd tussen hem en Handel. Bijna 35 was hij toen hij zich liet inschepen. Zou zijn overtocht net zo verlopen zijn als de mijne? Zou hij daarom niet in Engeland zijn aangekomen, zoals hij van plan was, maar in Portugal? Het weer op zee was onvoorstelbaar woest. Genadeloos. Bijna noodlottig. Nooit heb ik zo'n paniek gevoeld. Zo'n radeloosheid. Alsof ik reddeloos verloren een onafzienbaar gat in wil. Een gat van tijd en ruimte. Dat ik het overleefd heb is misschien eerder aan mijn goede gestelte te danken dan aan de bemanning van de boot. Die zich tijdens de hevigste stormen terugtrok in gebed. Hoe dan ook. Ik heb het overleefd en ik kwam in Lissabon. Maria Barbara.
zijn geheugen had aangetast. Het is allemaal van voor de ramp. Zelfs niets over het huwelijk van Domenico. Huwelijk? Moet toch zijn opgevallen, dacht ik zo. 43 was hij. Zijn bruid 16. Ik weet alleen nog van de prinses. Van Maria Barbara. Toen die trouwde met een Spaanse prins. Dat verhaal stond hem wel levendig voor de geest. Ze hadden een paviljoen gebouwd. Over de Kaya. De rivier die de grens vormt tussen Spanje en Portugal. Het was een ijskoude winter. In bont gehuld waren de koninklijke families de rivier van beide zijden genaderd. Honderden koetsen, tientallen bedienden in de kostbaarste livreien en minstens 6000 soldaten stonden aan weerszijden opgesteld. In het paviljoen boven de rivier naderden bruid en bruidegom elkaar. Stap voor stap, zonder hun land te hoeven verlaten. En zo zagen zij elkaar voor het eerst. Maria, Barbara en Fernando. Scarlatti. Hij moet met het koninklijk paar mee zijn gegaan. Volgde weer op mijn beurt. Om te beginnen naar Sevilla, waar Domenico zijn eerste indrukken van Spanje had opgedaan. In de straten het klappen van de castelletten en de half-oosterse melodieën van de Andalusische zang. De tocht verliep moeizaam, deels op muilezels door de bergen, deels in stoffige open koetsen. Ten slotte kwam ik in Aranjuez, bij Madrid, waar op dat moment het Spaanse hof verbleef. En ook mijn Domenico. Ik had mijn doel bereikt. Althans, bijna. Een lakei had mij achter een gordijn geplaatst, in de zaal waar de koningin Maria Barbara haar muziekles volgde. Ja, dat is goed. Nee. Nee. Signor Scarlatti, afschuwelijk. Wat doet u me toch aan? Het is onmogelijk wat u componeert. Ik ben geen 20 meer. Hijgend, dik, zat ze achter het klaverscimbel. Het gezicht rood van de inspanning. Als ik mijn armen zo van over elkaar moet kruisen om de noten nog te spelen, signor Scarlatti, uw muziek is al zo merkwaardig met al die dissonanten en die vreemde modulaties en dan nog al die sprongen over 3-4 octaven met één hand. Ik kan dat niet meer op mijn leeftijd. Heeft u een geweldig gehoor? Ik heb dissonanten helemaal voor u apart. Ik kon niet horen wat Scarlatti haar antwoordde. Hij stond met zijn rug naar me toe. Ik probeer een speciaal sonate te componeren. En dan is een heel jong meisje. Jij bent een jaar of 5. U vleit me, signor Scarlatti. Geduldig wachtte ik tot de les afgelopen was. En ik de lang begeerde ontmoeting zou hebben met de
vogelblik gevlogen. Door een achterdeur van het paleis was hij verdwenen. Voor het laatst ging ik hem achterna. Naar zijn huis in Madrid. Aan de Calle Anca de San Bernardo. En hij ontving mij. Daar zat hij. Tegenover me. Met die helder kijkende ogen. Zoals ik hem in die kerk gezien had. In Venetië. Ouder nu. Maar nog steeds in het zwart gekleed. Met een zwarte pruik op. Alsof hij altijd in een schaduw had geleefd. In de schaduw van zijn vader. In de schaduw van Händel. En nu? In de schaduw van Farinelli. Farinelli. De castraat. Voeren. Die oude tot bloedde en had koning Felipe met zijn zang weer tot leven had gewekt. Farinelli. Met roem en eer beladen. Signor Scarlatti. Waarom zichzelf altijd zo wegcijferen? Verwacht in deze composities geen diepzinnige geleerdheid, maar eerder een onschuldig schertsen met de kunst. Als voorwoord voor al die sonates, onschuldig schertsen. Na je 50ste, 555 sonates componeren. 555. In die bonte verscheidenheid een wereld van muziek. Muziek die nog steeds verrast. En het dan onschuldig schertsen met de kunst noemen. Weer klonk dat cynische lachje. Ik kon me niet meer beheersen. Ik vuurde de ene vraag naar de andere op hem af. Waarom die bescheidenheid? Die teruggetrokkenheid? Waarom die schaarsheid in zijn leven, in zijn muziek? Altijd in kleurrijk gezelschap verkeren, opgroeien te midden van theater en muziek, van roddels en schandalen, leven en werken bij kerkvorsten en koningen, zijn vaderland verlaten, volledig Spaans worden, tenslotte zelfs met een Spaanse jongen, en dan onopgemerkt blijven. Ongrijpbaar. Onbereikbaar. Mijn hele leven. Mijn leven heb ik opgeofferd. Was ik naar zijn leven op zoek geweest. Nu zat hij voor me. Hij keek me aan. Glimlachte. Ik ben uw biograaf, zei ik. De enige. Ik heb het geprobeerd. Hij stond op. Niet om mij in zijn armen te sluiten. Niet om antwoord te geven op al mijn vragen. Hij stond op. Ging naar zijn clavecimbo. En speelde. Barbara een jaar daarna.
Farinelli, de kastraat, de zanger, die heeft alle klaverzimbels geërfd en alle Scarlatti sonaten. Die is weer teruggegaan naar Italië. De nieuwe Spaanse koning hield niet van muziek. Als we Farinelli's naam noemden, zei hij: kapoenen moeten niet zingen, je moet ze eten. De man in het vliegtuig naast me knikte vriendelijk, maar niet erg begrijpend. Zijn lach had iets cynisch. Luistert naar het hoorspel Terug naar Scarlatti. U hoorde de stemmen van Arend Bulder, Fred Emaus en Tony Huurdeman. De muziek werd gespeeld door Christiane Schima. Techniek, Herco de Boer, John van Waas en Monique Stam. Tekst en regie, Hans van Hechten.